Het is 3:10. Wij zijn net wakker, dus over een uurtje gaat weer de grote dag switch beginnen. Dus dan gaat de ene helft gaan slapen en de andere helft gaat beginnen. Dus wij staan aan het begin van weer een hele nieuwe dag en we hebben er allemaal lekker zin in. We hebben er zin in. Of die achter de eco-runner rijden, die rijden allebei met groot licht. En dan weet iedereen wie wat gaat doen in de auto's. Wie is driver van de eco-runner kaartje, wie is driver van de backup auto. Hoe ging het? Ja, de eerste nacht zit er nu bijna op. Nou, je ziet het op de baan al, we hebben wat lampen toegevoegd. We hebben een heel mooi systeem bedacht om met volgauto's toch de baan goed te verlichten. Want eergisteren zagen we dat we in het donker gewoon niks zagen. Er is hier geen verlichting op de track, dus dat hebben we allemaal gefixt nu. En ik hoop zo meteen dat ze hier op de achtergrond voorbij komen, dat zou heel vet zijn. Ja. En dan zie je hoe goed het werkt. Ja, Nies, wat hebben we net gedaan? We hebben gezorgd dat alle grote stenen in ieder geval van het wegdek zijn. Zodat de auto niet voor verrassingen komt te staan. Guinness World Record camera's zijn gecheckt, geswitcht en aangezet. SD-kaart voor yes, de dinges. Erin. Top. Driver emergency safety button is niet ingedrukt. Kan dat even gecheckt worden voor zekerheid? Yes. Super. Dinges omhoog. Yeah. Kap omhoog. Doe eruit, hè? Wacht, eerst de gordel, trouwens. De gordels om. Oké, okay. Jannie, wat gaan we doen? We gaan foto's maken van de eco-runner. Bas gaat in de kofferbak. Dit is fijn. Nice. Ja, de achterklep is open, hij gaat wel piepen. Bas schließt in de fahrzeugen. Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km per stunde. We hebben net in de auto meegereden. Ja, dat was heel vet. Foto's gemaakt. Mooi resultaat. We moeten nu even de generator uitzetten en de laatste foto's maken. Ja, dat is een mooi excuus om in de ring te komen. Ja.
Yeah, ready. Ja, wel een beetje. Ja, over een rondje gaan we weer stoppen. En dan gaan we weer de hele wissel doen. Dan gaan we ook de Witness Fred weer wit wisselen. En ja, dan gaan we gewoon weer verder met de dag en nog meer kilometers maken. Ja. Ga jij ervoor staan? Ik heb de zon zien opkomen, de communicatie ging goed, ik heb eindelijk goed geremd. De nieuwe driver zit erin. Dus ik heb zin in de dag. Ik mag nog twee keer. Yes, lekker. Ga je in die bocht ga je naar 8,5 en ook 6 ampère rijden we omhoog. 6 ampère. En? 5 minuten. 5 minuten? Hoe denk de stijl tot nu toe? Wat gaan we doen? Nou, we gaan even met een bladblazer gaan we even de baan een beetje schoonmaken. Dus wat steentjes zeg maar weghalen. Er liggen hier best wel veel van die kleine steentjes op de baan. En dat is niet goed voor de banden en de suspensie en alles. Dus we gaan, Florian gaat daar zitten. Ik ga hier zitten met het ding om. En ga dan de baan opgeven. Zoveel mogelijk vrijmaken van stenen. Lars, hoor jij mij? Stop. Stan, nieuw efficiëntierecord. Ja, het huidige efficiëntierecord stond op naam van Milan. We hebben net de datum van Liam binnen. En die heeft een nieuw efficiëntierecord gezet op 15,4 liter voor een rondje. Dus dat betekent dat de EL veranderd wordt van Milan naar Liam. Yes. Heb je al een nieuwe answer communication gezet? Tijdens het rijden zijn we wat schroefjes losgetrild. Dus Liam die voelde een beetje alsof je over een kleine bump ging, een kleine steentje, terwijl u dat niet ging. Dus die moeten we even aandraaien. Ja man, het filmen. Ja, dit is natuurlijk super goede content. Nee, jij kunt dit wel filmen. 7.1 is efficiënt. De camera is ook gelukt. Je bent de lager aan het schoonmaken, Lars. Ja, ik weet niet helemaal zeker of het goed doet, maar volgens mij. Nee, dat moet je er nooit bij zeggen. We gaan zo meteen een pitstop doen. Bandenwissel. De bandenwissel. We zijn de banden aan het wisselen, want de voorbanden die sleten toch wel snel. Heeft iemand zo'n mooi hoofdlampje voor mij? Ja, de fuelcel, we gingen weer een rondje rijden, de fuelcel is uitgevallen. Komt omdat waarschijnlijk de autopressure te laag is. Dat kunnen we gewoon net niet helemaal goed zien, omdat we anders waterstof los moeten maken. En dan moeten we verliezen weer waterstof, dat doen we natuurlijk niet. Dus nu gaan we even gewoon met de hand eraan draaien, tot het ook weer goed is. Als Han het goed doet, een paar minuutjes. En dan gaan we lekker door cruisen. Succes Han! Verzoek. Je zit er bijna. Wat doet hij nou? Ja. Dat is goed. Hey, Kaatje. Hey, Bas. Hou het vol. Ja, gaat prima hier. Top. Heel comfortabel hier binnen.
Ik heb nu ook een dekentje als kussentje gekregen. Haha, upgrade. Ja, heerlijk. Goed. Links, links, plat, draai en draai. Ja, zie je. Links, links, rechts, rechts. Yes, we hebben nu 3 dagen hartstikke goed gereden. En als het goed is, hopen we dat binnen 2 driver changes we over de 2056 kilometer gaan. En daarmee dus een nieuw wereldrecord gaan zetten. En vanaf dat punt gaan we doorrijden tot de tank leeg is. En dat zien jullie in de volgende vlog.